Laten we deze LOL-pop veranderen in Marinette. Maak een pruikbasis van een gedroogd nat doekje. Wij maakten prachtige lokken van synthetisch haar. Teken een rode outfit met zwarte vlekken voor het meisje. Oh, ze is niet erg netjes. Marinette, waarom ben je zo vies geworden? Mama en Marinette liepen bij een speeltuin. Kijk eens hoeveel kinderen er zijn. Wil je spelen? Marinette begon in de zandbak, maar ze verveelde zich. Leren over de natuur was interessanter. Wauw, er zijn zoveel lieve heersbeestjes. Mam, dit moet je zien. Oh jij kleine bedrieger. Ik zie dat je nieuwe vrienden hebt gemaakt. Trim een koffieroerstaafje. Een kleine lens kan gebruikt worden voor een vergrootglas. Je kan kleine details zien, zelfs door gebarsten lenzen. Marinette liep in het park. Plotseling zag ze iets glinsteren in de prullenbak. Wauw, het is een vergrootglas. Het zal me helpen de wereld te leren kennen. Nou, Ladybug, laat me eens naar je kijken. Ah, een spin! Wacht, niet weglopen. Ik zal eens naar je poten kijken. Oh, hagedis. Ik heb je nog nooit gezien. Wat eet je? Heb je een bloem? Er zijn zoveel fascinerende wezens op deze wereld. Schets een terrarium op dik karton. Zet een doos in elkaar. Maak een met glas beklede opening. Slijp een potlood. We hebben alleen de spaander nodig. Wie woont hier? Wow, waar komen al die lieve heersbeestjes vandaan? Oh, er zijn er zoveel van jullie. Ik moet een huis voor jullie maken. Misschien een houten doos? Hey, hoeveel lieve heersbeestjes zijn er ontsnapt uit het huis? Laten we ze samen tellen. Ik zal het zelf moeten maken. En ik moet hier iets hebben wat ik kan gebruiken. Ja, ik zal het karton lijmen. Klaar. Yay. Mijn huisdieren zullen zich prettig voelen in het nieuwe terrarium. Hier zijn nog wat stukjes. Knip een rechthoek uit. Bevestig een ring en een piepschuime boog. Verf een stuk van een hete lijmstaaf wit. Bevestig de lenzen. Een plastic vierkant zal onze testmonsters bevatten. Laten we beginnen! De klas is al begonnen. Kinderen, wie weet waar een microscoop voor dient? Het is een apparaat om voorwerpen te vergroten en hun structuur te bestuderen. Je hebt gelijk, ik ben zo terug. Wees stil en herlees de stof. Okay. Marinette besloot de lezing zelf voor te zetten. Onder de microscoop kun je de kleinste details zien. Laten we eens naar wat bladeren kijken. Kijk zelf maar, wees voorzichtig. Wauw, je kan alles zien. Wow, cool. Wow. Wat doen jullie hier zonder mij? We zijn betrapt. Oeps. Ik wil mijn klasgenoten vertellen over de microscoop. Ik liet me meeslepen. Ik bedoel het niet kwaad. Maak je geen zorgen. Ik ben blij dat je zo geïnteresseerd bent. Bedankt dat je me helpt met lesgeven. Knip en vouw een omslag voor een notitieboekje. We hebben pagina's gemaakt. Bevestig een bladwijzer. Er staan zoveel interessante illustraties en schetsen in. Het is een heel nuttig notitieboekje. Marinette viel naast haar notitieboekje in slaap. Oh, ze slaapt nog. Laat eens zien wat ze hierin tekent. Er zijn bijna geen schone bladzijden meer. Ik wil mijn dochter verrassen. Oh, ik weet hoe ik haar blij kan maken. Mama liet een nieuw sifje bij bed liggen. Goedemorgen. Wat is dat? Mam, dat is zo schattig. Wauw. Bedankt voor het cadeau. Ik ga naar het park. Bye. Als je op een deken met een lieve heersbeestje zit, voel je je geïnspireerd. Wauw, ik kan haar vanuit verschillende hoeken tekenen. Hoi vriend. Herken je jezelf? Ik kom hier elke dag. Marinette groeide op. Teken haar maat op wit karton.
Een paar stukken zijn klaar. Lijm ze aan elkaar om een lichte laboratoriumjas te maken. Het is goed dat de hele labjas bedekt is met vlekken en gras. Dat laat alleen maar zien hoe serieus ze is met leren. Marinette heeft zelf een klein labo. Oh, laboratoriumjas, we hebben al zoveel meegemaakt samen. Laten we verder studeren. Ik zal eens goed kijken. Ik heb echte lieveheersbeestjes. Ik zal het in een notitieboekje schrijven. Het is tijd om een experiment te doen met groen slijm. Giet het in de machine, druk op de knoppen en trek op de schakelaar. Kom op! Oeps, de labjas heeft me weer gered. Pak wat boetseerklei. Vorm het als een kever. Pak het. Nu is hij bijna klaar. Een metalen antenne met rode kralen aan het uiteinde. Het is een zeer ongewoon soort van een lieveheersbeestje. Is Marinette op het punt om een nieuwe ontdekking te doen? Marinette zat in haar favoriete café. Hey! Adrian! Hey! Wil je me vertellen hoe ik deze plant moet verzorgen? Er zit wat mest in mijn koffer. Ik zal je helpen. Terwijl Marinette met de bloemen bezig was, kreeg iemand interesse in haar toetje. Ladybug is hier weer. Wauw, ik moet deze speciale soort bestuderen. Ik neem een doos. Laten we de notities en berekeningen controleren. Dat klopt, ik heb maar één druppel nodig. Wow, ze verandert in Tikki. Hallo, het zal ons geheimtje zijn. Sorry, ik heb niks gevonden. Maar de insecten voelen zich prima in je koffer. We zijn vrienden geworden. Maak van lichte klei een kleine cirkel. Er zit ook een blad en een lieve heersbeestje in. Bedek de medaille met goud. Teken een kever. We hebben een steel nodig van ijzerdraad en een steun voor een blad. Een gouden lieveheersbeestje zit op het blad. Wie krijgt deze prijs? Een prijsuitreiking voor wetenschappers is begonnen. Goedenavond, dames en heren. Ik wil graag dat de jonge wetenschapper Marinette op het podium komt. Zij is verantwoordelijk voor vele ontdekkingen en prestaties op het gebied van biologie. Hallo, ik ben zo vereerd. Ik bestudeer de wereld om me heen al sinds ik klein was. Dit is mijn roeping. Bedankt. Laten we met de ceremonie beginnen. Terwijl iedereen applaudisseerde, kreeg Marinette haar medaille. Yay! Bedankt voor jullie steun. En de onderscheiding voor een bijdrage aan de ontwikkeling van de entomologie. Wat een eer. Geloof in jezelf en je kan alles. Maak ballen van lichte klei. Snap! Er zijn zoveel lieve heersbeestjes. Het is een hele familie. Verf de stukken goud en voeg witte vlekken toe. Deze kevers zijn geweldig. Marinette doet experimenten in het lab. Ik heb een geweldig idee. De mensheid staat op het punt van een enorme ontdekking. Nou, ik moet mijn aantekeningen lezen. Dat klopt, ik weet hoe ik het moet doen. We nemen dit en dat en we mengen. Het werkte. Ik heb alleen een lieveheersbeestje nodig. Slechts een druppel. Oeps, het heeft meer nodig. Nu zal het zeker werken. Yes, goud. Nu zullen deze lieveheersbeestjes het milieu helpen. Yay! Lijm een kleipoortoppervlak op karton. Houten spiesjes worden een frame. Ladybug! Wis het niet uit met je vinger. Knip een spons uit. Het is makkelijker om aantekeningen te maken met een nieuw krijtbord. Tijd om nieuwe ontdekkingen te doen. Jaren later rust Marinette uit in haar prachtige herenhuis. Wetenschappelijke ontdekkingen hebben me geholpen om veel geld te verdienen. Ik zal mijn oude papieren lezen. Waar is mijn bril? Henry! Hey. Bril alsjeblieft. Oké. Hier. Maar dit is een zonnebril. Alles is roze. Ik kan beter zien. Maar hoe moet ik lezen? Ze zien er goed uit op je. Breng me mijn bord. Ik kan zelf formules schrijven. Ik ben nog steeds een wetenschapper. Bedankt. Ik ben zo blij dat ik nog steeds een goed geheugen heb. Oh, ik kan niet bij de top komen. Tikki, help me de formule af te maken. Oké.
Maar in plaats daarvan tekende Tikkie hun eerste ontmoeting. Jij kleine bedrieger!